Ze is al jaren een van de vaste achtergrondzangeressen van Anouk, maar nam ook 2 soloalbums op en stond in het voorprogramma van soulzangeres Joss Stone. Een paar weken terug dook haar naam op in de internationale media, want haar akoestische versie van het nummer Fireworks werd gebruikt in de omstreden film The Interview, die vandaag in Nederland in première gaat, Jenny Lane. Hallo. Die film die over de Noord-Koreaanse leider gaat, die wordt vermoord in die film. Daar was Noord-Korea heel erg boos over. Sony dacht nog even, we gaan hem niet uitbrengen. Toch gebeurt. En jij komt erachter dat jouw liedje uitgerekend gebruikt wordt bij de killing scene, zou ik maar zeggen, van Kim Jong-un. Ja, het was echt bizar. Ik was nog even bang dat hij geen gevoel voor humor zou hebben en mij op Google Maps zou opzoeken. Mijn huis en dan een of andere kernraket misschien mijn kant op schieten. Maar ik dacht, nou, ik ga toch maar zeggen dat ik het ben. Hoe kwam je erachter? Die mensen uit Hollywood hebben mij gezien op YouTube en mijn versie gehoord. En die vonden ze kennelijk leuk. Okay. Dus zodoende. Ja, en jij vond het goed? Maar het was wel al gebeurd voordat ik het wist. Oké. Ik vind het te gek. We gaan het nummer horen, Fireworks. Origineel van Katy Perry trouwens. Ja. En we zien dan de beelden. We zien een stukje van de film die daarbij hoort. De scène. Ja, spannend. Zet hem op, Jenny Lane. Of cards, but you just got to ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. Baby, you're a firework. Come on, let your car. Thank you.